Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ga dit weekend vloggen tot en met maandag. Zodat jullie een beetje een idee hebben over mijn verjaardag, want ik ben maandag jarig. Ik ben gisteren met Zilla, Marlijn en Roos naar de bioscoop geweest en we zijn ook uit eten geweest. Ik zal straks even hier wat dingetjes in de vlog laten zien. Want het was echt super gezellig. We zijn naar Mockingjay Part 2 geweest van Hunger Games. Het was echt zo'n goede film. Maar ja, het is gewoon een beetje een raar einde. Proost. Proostie. Oh, jullie moeten eigenlijk proosten. Cola. Oh, het kan in je video komen. Cheers. Ja, is goed. En dan moet je dus wat lachen. Proost. Jij dacht het grappig. Het ziet er echt niet uit. Zilla, slim. Zilla, maak je... Drie. Meen je dit? Oh, je bent aan het filmen! Zet je 3D-bril op? Oh, cool. Oh, joh, het is echt... Ik moet straks werken, maar ik heb nu wel even gewoon normale kleren aangetrokken. Morgen komt visite. Vandaag ga ik nog wat dingetjes voor school doen, aangezien dat het best wel veel is. En ik heb ook hele leuke cadeautjes gekregen van Roos en Zilla. Van Zilla en Roos heb ik dit nog gekregen. Een nagellakje van Essence. Een moddermasker van Dr. Van der Hoog. 10 euro. En chocolaatjes die al bijna op zijn. Ik heb al wat gesnoept. Ik heb gisteren trouwens ook nog een heel erg tof OPI perspakket gekregen. Dit zijn de OPI Color Paints. En ja, ze zijn super tof. Allereerst deze blauwe. Tenminste, als ik het zo zie aan de bovenkant. Deze rode heet Magenta Muse. En deze heet Primarily Yellow. En deze vind ik denk ik echt het mooiste. Dit is echt een hele mooie zilver. En deze heet Silver Canvas. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Want ik heb een nieuw shirt of een vest. Oké, ik heb een high-waist jeans aan van de Only. En een wit shirt van de H&M. En dan heb ik zo'n vleermuisvest aan. En deze komt van Romwe. Ik weet niet hoe ik het uitspreek, maar ik zal het hier even in beeld zetten. Zo, ik ben weer terug van werk en ik zie er echt vet belabberd uit. Maar ik heb een pakketje ontvangen en ik weet denk ik wat erin zit. En dit is... Ja, ik ga het gewoon openmaken. Laat maar. Kijk, dit zijn de I Heart Makeup palettes van Makeup Revolution. En deze zijn nu te koop bij het Kruidvat. Kijk, hier heb je er één en ze kosten 8 euro. Ik zal hem wel even openmaken. Kijk, het is dus wit chocolade. Het is een beetje geïnspireerd op het Too Faced Chocolate Bar die ik ook heb. Kijk, dat papiertje. Dit zijn de kleuren. Zo mooi. En deze ga ik reviewen op beautytopia.nl. Daar blog ik nu een tijdje voor. En dan hebben we ook nog de melkchocola. Kijk, en dat is deze. Ziet er wel echt heel leuk uit hoor. Maar dit is dus echt een dupe van het Too Faced Chocolate Bar palet. Dus ze kosten allebei 8 euro bij het Kruidvat. Oh, en dan heb ik er nog één van Mua. Die heb ik ook gekregen om te reviewen. Dit is het 12 Night Winter Shades. Super mooi palet ook. Goedemorgen allemaal. Ik ga beginnen met deze paletten te fotograferen. En ik ga ze uittesten op mijn ogen, aangezien mijn ogen weer wat beter zijn geworden door een crème van de dokter. Zo, ik heb me opgemaakt en ik heb mijn look heel erg glowy gemaakt. Ik heb ook op mijn neus gehighlight en zo. En ja, dit is de look. Ik ga me zo omkleden, want ik begin elke keer in mijn badjes of in mijn onesie. Ik ga dit nog even opruimen. En dan ga ik nog even een cake bakken waarschijnlijk. En ja, het is alweer avond en ik heb vandaag mijn verjaardag gevierd. Ik heb het voor familie gevierd. Ik had het natuurlijk al voor mijn vriendinnen met mijn vriendinnen gedaan. En ik had van een vriend van mijn zus heb ik lekkere snoepjes gekregen. Maar die heb ik al op. Want ik ben Esmee en ik hou van snoep. Ik heb van mijn oma een hele mooie kaart gekregen met geld.
Ik heb eigenlijk van iedereen geld gekregen, maar dat is niet zo heel erg boeiend om te laten zien. En dit heb ik ook nog van mijn oma gekregen. Dit is de Heroom nagelverhardener. En ja, morgen krijg ik dus mijn echte cadeaus. Ik ben super benieuwd. Dit hoort er niet bij. Ja, ik heb in ieder geval echt super veel geld gekregen. Dus ja, daar kan ik zelf weer wat leuks van kopen. Nog ongeveer 2,5 uur, dan ben ik echt jarig. En ja, ik ga nu slapen. Dus ik zie jullie morgen. Hoi. Goedemorgen. Het is vandaag 30 november, dus dat betekent dat ik jarig ben. Ik ben eindelijk 16. Niemand is nog wakker, dus ik ga straks naar beneden. Ik heb me net even opgemaakt. Ik moet zo ook naar school, dus ja. Oh, ik heb zoveel mooie dingetjes gekregen. Ik heb allereerst tonic gekregen voor mijn gezicht, een kaart, een agenda van mijn zus, een dagcreme, een 32 gigabyte geheugenkaart en nog een cameratas. En ik krijg nog softboxen. Holy shit. En ik ben dus ook al vet verwend door mijn familie, dus... Zo, ik ben weer thuis van school en ik ben echt helemaal doorweekt. Ik ga nu even op bol.com softboxen bestellen met mijn moeder. En ja. En trouwens met dat nieuwe SD-kaartje waar ik nu ook mee film. Die kan nu 20 minuten filmen. En bij die andere kon ik maar 7 minuten. Dus dat is echt chill. Want soms moest ik tussendoor bij een video nemen, moest ik hem stoppen, moest ik alles importeren. Toen kon ik weer verder filmen. Maar dat heb ik nu dus niet. Ik ga nu dus even wat bestellen op bol.com en ik ben helemaal buiten adem. Ik heb trouwens echt enorm veel felicitaties gekregen op Facebook, Instagram, Snapchat niet, want mijn Snapchat had ik niet opengezet. WhatsApp gewoon van iedereen, daar word ik altijd heel erg blij van. En ja, ik heb niet echt het idee dat ik jarig ben of zo, maar ja, misschien komt dat nog. Ik denk dat het komt omdat het gewoon in een doordeweekse dag valt. Dat ik me niet zo jarig voel. Maar ik heb het wel heel erg gezellig gehad. Oké, ik heb de softboxen besteld. En ik ga nu deze vlog bewerken. Ik hoop dat die trouwens een beetje leuk was. Ik heb natuurlijk niet heel erg veel gefilmd van mijn verjaardag. Maar ja, het is ook een beetje raar als ik het meteen ga filmen. Als iedereen beneden zit of zo. Maar het was echt een geslaagde verjaardag. Ik heb heel veel cadeautjes gekregen. Heel veel geld. En daarvan heb ik dus ook een deel van de softboxen betaald. Mijn moeder heeft er eentje betaald. Ja, mijn ouders hebben er eentje betaald. En ik zelf heb er eentje betaald. Het is trouwens echt heel erg koud. Dus ik ga even mijn verwarming aanzetten. Dan ga ik deze troep opruimen. Ga ik nog even wat foto's maken nu het nog licht is. Ik ga bij deze de vlog afsluiten. Zodat de video morgen online kan komen. Dus dinsdag voor jullie. Of ja, ik weet niet op welke dag je het kijkt. Maar ik heb in ieder geval echt een superleuk verjaardag gehad. Ik heb een heel erg leuk weekend gehad in ieder geval. En heel veel lieve felicitaties van jullie gekregen. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Nogmaals over de winactie. Ik had op maandag, dus vandaag 30 november, had ik een winactie geplaatst. Maar mijn pakketje is door PostNL kwijtgeraakt. Of nou ja, hij is ergens anders afgeleverd en hij is nu gewoon weg. Er wordt aan gewerkt. Dus ik hoop dat ik die winactie alsnog kan doen. Maar dan is het geen birthday winactie. Maar ja, ik laat het jullie nog weten. Heel erg bedankt voor het kijken. Doe nog even je duimpje omhoog. Laten we de 250 duimpjes omhoog halen. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En laat nog even een reactie achter wat je van deze vlog vond. En dan wil ik je heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei!